weet jij? Ja, wat is dat? Op de foto? Ja. Hier is wel een ring. Oh, tuurlijk. Huh? Dan staan we er ook een keer samen. Ja, dat is de moeite waard, hoor. Ja, dat wel. Het is wel leuk, hè? Ja. Ze vergoeden alleen als het datgene wat vergelijkbaar is met Nederland. Ja, want dat is voor hun het standaard. Oh, ja. Ja. Nationalisme toch. Oh, ik was weer heel vriendelijk meegestuurd. En ballen. Ziet er echt lekker uit. Lekker, een beetje mooi. Ja, even allemaal lachen in de camera. Ja, ja. Ja, dat klopt niet nog. Maar die kunnen mensen niet passen. Nee, nee, nee. Nee, maar deze weg moet ik dan meenemen. Mooi gaan. Laat ik het je binnen. That's the only way you can put it on the table. For Georgians, in Georgia we have a saying that a guest is a gift from God, and that's
Tamada gets up and he starts by talking about the host, for example. He talks about friendship. He talks about the host, how they met, and Shalom. Of our country now is 29,800 square kilometers. It's 10 times less than historical Armenia was. Now een huis met eigen riviertje. Ja, ja. Ja, leuk hè? En een bruggetje. Dat is de pompoen. Een appel moet erin. Zo'n appel moet een appel. Scenery of Jesus Christ. Here we see Jesus in the middle. So this is the second Hajj car that we call Holy Savior Hajj cars. One we saw in Hafba, the second one is here. As I said yesterday, there are only seven Hajj cars. One of them is damaged now, so we have six preserved Hajj cars having the crucifixion scenery. And you had an opportunity to see two of them. One we saw yesterday, and this is the second one. But here.
Wat je lang? Lang? So here we see vertically standing hutch car. Paro, Maria. Volgens mij is dat veel moeilijker als het lijkt. Oh ja, mooi hè.